De Meteorologische Dienst Suriname heeft voor het weer een seizoensverwachting uitgegeven voor 3 maanden te beginnen in april. Het afgelopen kwartaal is er ondanks het seizoen van de kleine regentijd minder neerslag gevallen als gevolg van het El Niño-fenomeen. Naar verwachting zal in het komend kwartaal de transitie plaatsvinden van El Niño met een kans van 62% op het ontwikkeling van La Niña. Vanaf deze maand tot en met juni is de verwachting dat El Niño zal afzwakken en er een stijgende trend in neerslag boven Suriname waargenomen zal worden. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van La Niña, een klimaatpatroon dat koelere dan de gemiddelde zeewatertemperaturen in de tropische Grote Oceaan met zich meebrengt. Naar verwachting zal La Niña zich in de periode juli tot september manifesteren, wat betekent dat er in die periode waarschijnlijk meer regendagen zullen zijn. De temperaturen boven de Guyana's, met name Suriname, zullen afnemen in vergelijking met het vorig kwartaal. Dit is het gevolg van de overgang van El Niño naar een enzo-neutrale periode. Voor Suriname betekent dit een toename van neerslag.